Welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik moet even die rotzooi opruimen. Zo. Ik ben onderweg naar Rotterdam. Ik ga even twee nieuwe batterijen kopen. En pak dan de metro naar Beurs. En dan bij de beurs stap ik uit en dan kan ik naar de Mediamarkt. Ik ga twee nieuwe batterijen kopen. Ik ben benieuwd wat het morgen doorgaat. Het is echt bijzonder slecht weer. Moet je kijken. Het sneeuwt weer. En het is echt pleuris weer. Het is echt een witte kleren deken. Ik heb net al de hele tijd bezig geweest om mijn auto schoon te maken. Want alles was helemaal vies en smerig. Dus een grote tering toe. Nou, ik ga er vandoor en spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Ik ben de poortjes door. Oh man, het is zo koud. Ik ga gewoon dood hier, oh. Ik bevries. Omdat ik er allemaal niet voor over heb. Zo, dan moet ik wel even dat dingetje zoeken. Dat ik even in dat hoekje kan staan. Ja. Het is natuurlijk ook spekglad dit. Alles is spekglad. Oh, niet te doen. Nou, we gaan het wel zien jongens, wat het weer wordt morgen. Vandaag is het in ieder geval pet. Allemaal sneeuw. Kleren zo. Oh, ik moet nog 7 minuten wachten. Tot die klerenmetro komt. Dus, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Ik sta in ieder geval droog. Zo, ik loop inmiddels in Rotterdam en het is echt fucking slecht weer. Het sneeuwt keihard, dus ik maak het niet al te laat. Oh, kleren weer zeg. Het is echt fucking erg. Heel mijn camera wordt nat, ik ben zeiknat, alles is zeiknat. Godverdomme, wat een kut weer. En het is in Rotterdam alleen nog maar erger. Het lijkt wel dat de sneeuw steeds erger aanhoudt. Dus wat dat betreft... Het wordt steeds slechter weer. Ik ben even op achteraf plekje gestaan. Ik vind het een beetje raar om in een open publiek dit te filmen. Ik ben bij de parkeerplaats op de lijnbaan. En waar ik voor kwam, dat heb ik in ieder geval. Ik moest eventjes twee batterijen halen voor mijn digitale camera, zodat ik wat extra batterijen heb. Dat is altijd makkelijk. Die batterij die heb ik nodig. Dus wat dat betreft, daarvoor ben ik hier. En ik heb twee batterijen gehad, Duracell. In ieder geval. Dus ik heb in ieder geval genoeg batterijen voor morgen. Nou, ik rook even mijn peukje op en dan ga ik zo in de richting Spijkenisse. En dan vind ik het wel weer best. Het is echt allemaal sneeuw. Het is echt... Bar en bar slecht. Dus ik sta hier ergens op een achteraf stukje ergens. Bij een parkeerplaats weet ik veel allemaal wat het is. En het is echt hartstikke slecht weer. Nou Joost, het is gelukt hoor. Het is gelukt. Ik heb de batterijen. Dus wees niet bang. Ik kan genoeg filmen. Ik kan zelfs de Q&A opnemen. Nou, ik moest alleen even dadelijk allemaal in de oplader gooien. Dus ik denk dat ik voor de rest overgaat op de camera vandaag, op de webcam. Omdat ik gewoon, ik heb gewoon tijd nodig om al die batterijen allemaal op te laden. Dus wat dat betreft, is het zo eventjes niet anders. Maar ja, jullie hebben wel in ieder geval een hele leuke vlog morgen. Heel veel onrides. Heel veel leuke dingen komen eraan.
Q&A ga ik opnemen morgen met Joost in de Efteling. Dus we gaan er een leuke dag van maken morgen in de Efteling. Nou, ik dacht dat ik hier helemaal in mijn uppie was, maar er was weer één vrouw die kwam aangelopen. Ik kan hier ook nergens pissen, hè? Hier, je kan ook nergens pissen hier in dat klote zootje hier. Hè? Zo, maar ik sta wel lekker droog hier. Hè? Kan ik hier even niet een half uurtje blijven staan of zo? Het is lekker droog. Dus vandaar, maar ik ga weer teruglopen, jongens. Ik ga weer even de sneeuw in en dan ga ik de camera uitzetten, want de camera was echt zeiknat net. Zo. Terwijl er een even zijn band aan het testen is, altijd leuk. Even je band even uittesten, kijken hoeveel profiel er op zit. Nou, na deze beurt niet meer. Maar dan ga ik hem even neerleggen weer. Ik heb in ieder geval weer een stukje Rotterdam opgenomen. Nou ja, een stukje. Een klein stukje Rotterdam. Maar ik kan nu buiten even niet filmen, omdat het gewoon te hard sneeuwt. En dan gaat mijn camera kapot en daar heb je gewoon helemaal niks aan. Dus ik ga hem weer neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal weer als ik in Spijkenisse ben. De groetjes vanaf de... Karel Doornmanstraat. Hop. Kijk, en dan gaan we de sneeuw weer in. Oh, dus ik ga hem. Wow. Zo, en dan gaan we de sneeuw weer in, hoor. Oh, tering, wat een kut weer, zeg. Nou, ik spreek jullie weer als ik een Spijkenisse ben. Zo, en ik zit weer in de auto. En ik ben weer in Spijkenisse gelukkig terug. Oh, het is zo koud. Heel mijn haar die zit niet meer. Mijn haar ziet er niet uit. En het is koud. Ik heb de kachel lekker gelijk op 4 gezet. En ik ga het proberen naar huis te rijden. Nou, het gaat wel lukken, maar het is een beetje slecht weer. Ik heb in ieder geval 2 batterijen dus. En het is me gelukt, gelukkig. Lekker de metro teruggepakt nadat ik de camera uitgezet heb. Gelijk de metro teruggepakt met Spijkenisse. En ik sta nu bij het metrostation Heemraadlaan. En ik ga nu onderweg naar huis toe. Dus ja, even kort in ieder geval. Maar ik spreek jullie weer als ik echt helemaal thuis ben. Het is nou gelukkig niet meer zo end rijden. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 6:05. En ik heb eigenlijk de rest van de middag, toen ik thuis ben gekomen, eigenlijk niet veel meer gedaan. Ik heb nog wel even daarnet een livestream opgenomen van een uurtje, maar er was verder niemand. Momenteel neem ik zo op. Ik neem even met de webcam op. Nee jongens, jullie hoeven niet bang te zijn dat de camera kapot is of dat er weer wat aan de hand is. Omdat ik weer aan een verkeerd knopje gezeten heb. Maar ik heb, zoals jullie er net kunnen zien, heb ik de nieuwe batterijen gekocht. En die ben ik nu allemaal aan het opladen voor morgen. Want morgen is de grote dag. Dan ga ik naar de Efteling. Ik ben er nog niet over uit of dat ik er nou een gewone film van maak. Dat ik hem binnen 3 of 4 dagen kan uploaden. Als die klaar is, dat ik hem gelijk online kan zetten. Of dat ik er gewoon een vlog van maak en dan moeten jullie 7 dagen wachten. Ik zit eigenlijk aan het laatste te denken, omdat het best wel veel werk is. Maar ik weet het nog niet, ik ben er nog niet over uit. Ik denk dat ik nog een video even vanavond ga opnemen om te vragen wat jullie ervan vinden. Als ik daar geen antwoord op krijg, dan plaats ik hem gewoon 7 dagen later. Dan moeten jullie een week wachten. Zo simpel is het. De livestream is niet, haast niet bezocht vandaag. En mijn kijkcijfers zijn omlaag gegaan van 155 naar 153 abonnees. Dus dat is niet best. Ik weet niet waarom. Maar iedereen heeft daar wel een beetje mee te maken. Het schommelt een beetje. De ene keer gaat er weer wat af. De andere keer komen er weer abonnees bij. Dus het is allemaal, eventjes kijken. Maar het is in ieder geval niet leuk. In ieder geval, ik baalde er wel van dat ik ineens zag dat ik weer 153 had in plaats van 155 die ik eerst had. En waarom weet ik niet. Er komen nog een heleboel leuke video's aan. Dus degene, die 2 die weg gegaan zijn. Jammer voor je, maar je mist een hoop leuke video's. Eigen schuld, dikke bult.
kan er niets anders van maken. Ik moet even erg in hebben dat ik in de webcam kijk. En dat doe ik nu dus ook. Ik ben de batterij aan het opladen. Ik moet heel even kijken of dat ik dat er een al klaar is. Voor mij is die een al opgeladen al. Ja hoor. Er zit al één batterij heb ik al vol. Ik heb al één batterij vol. Dat is een dure cel. Even kijken hoe de camera staat. Die staat op vol. Kijk, dat is allemaal mooi. Dus dan gaan we nog even snel deze er even uithalen. Deze is inmiddels opgeladen. Dat is een van mijn nieuwe batterijen van Duracell. Dan heb ik er hier nog eentje. Die moet ik even, even openmaken. En dan gaat die in de oplader voor vanavond. Dan heb ik gewoon 3 batterijpacks heb ik voor morgen. En dat heb ik ook wel nodig ook. Want jullie weten allemaal wat ik in Efteling van plan ben. Ik ga het niet nog een keer vertellen. Maar onwijs de Q&A en natuurlijk een leuke lange vlog. Nou, dan heb ik het alsnog gezegd. Dus dan ga ik nu even snel de batterij er even ingooien. Hoppakee. De batterij moet denk ik zo. Met het pinnetje aan de buitenkant. Zo. En dan gaat de batterij 2 in de oplader. Nou doet het, ja, nou brandt het lampje. Het lampje brandt. Dus, daarom neem ik dus even met de webcam op. Of, omdat ik dus druk bezig ben met... omdat ik dus druk bezig ben met alle batterijpacks open te laten. Ik heb er 3 bij me dan. Dus nou met 3 volle batterijpacks moet ik toch wel aardig lang kunnen filmen. Dus het wordt best wel leuk. Ik ga even checken draaien of alvast even. En ik ga het zo. Wow, ik ga zo even hapje eten. Net dus een livestream gedaan die niet goed bezocht werd. Vanavond wil ik eigenlijk weer een chat gaan doen. Dan heb ik in ieder geval en een livestream voor vandaag. En een chatstream. En ik denk dat Ramon en zo er allemaal wel weer bij zullen zijn. Hoop ik. Dus dat wordt wel zeker de weten de moeite waard om te kijken vanavond. En alles dan nou lekker even te laden. En dan hoef ik alleen nog die ene op te laden van die ik in het hele begin had. Dat is een originele, dat is een Sony. En dan heb ik 2 Duracell packs. Dus ook in totaal 3 batterijen. Dus nou, daar kan ik wel een hoop filmen. Dat heb ik al 2 keer gezegd nu, maar maakt niet uit. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, het is inmiddels bijna 1 uur. En er staat nog een video te uploaden. En dat heeft alles te maken met de Efteling. Ik heb besloten om de Efteling niet in één... niet in een losse video te doen, maar gewoon in een vlog. Dat betekent dat hij dus een week later komt. Die vlog die kunnen jullie morgen zien. En daar heb ik dus een aparte video voor over gemaakt. Dat de mensen al weten dat het gaat gebeuren. Ja, ik heb gewoon te weinig tijd ervoor om alles zo even snel. Even 1, 2, 3. Dan wordt het een... dan wordt het even snel. En ik wil gewoon een goede vlog maken met een leuke inhoud. En leuke edits ertussen. En gewoon een leuke vlog wil ik ervan maken. En een leuke vlog maken, dat kost gewoon tijd. Ik heb gewoon echt de tijd nodig om alles te editen. Alles netjes te maken. En daar heb ik gewoon tijd voor nodig. En daarom heb ik besloten om het dus niet in een losse video te doen. Maar in een gewone vlog. Dus de vlog van morgen. Dat is dus de Efteling vlog. Die kunnen jullie morgen bekijken op mijn YouTube kanaal. Jullie hebben de intro als goed is al gezien. De mededeling erover. En ik hoop dat het doorgaat. Ik heb wel gezien dat de code rood gaat weg. Het wordt dan code geel wordt het. Is nog wel kans op eventuele ongelukken door gladheid en zo. Maar ik
doe lekker rustig aan. Ik ga niet te hard rijden. Ik ga gewoon op mijn gemakje er naartoe. Als we in de file staan, so let it be. Dan staan we maar in de file. Maar ik ga me eigenlijk niet haasten. Ik denk wel dat het gaat lukken om morgen in de Efteling te komen. En dan gaat eindelijk de Efteling vlog beginnen, jongens. Ik heb er echt heel veel zin in om de vlog te maken en een leuke dag te beleven daar zo met die jongens. Dus vandaar. Nou, ik ga hem ook bij deze gelijk even afsluiten. Ik ben nog steeds via mijn webcam, zoals jullie kunnen zien, aan het dit aan het opnemen. Omdat de batterij staat op te laden. De laatste batterij trouwens. Want de andere twee nieuwe batterijen, die zijn allebei al helemaal vol. Die heb ik al helemaal vol. Die zijn al helemaal opgeladen al. Terwijl, Dribbel weer lekker bezig is. Oh, Dribbel is altijd zo lekker bezig. Maar in de vlog kan dat gewoon. Hè? In de vlog kan dat gewoon. Dus bij deze staat hij dus. Heb ik er dus al twee klaar. En de laatste batterij staat nu op te laden. En dat is die de allereerste batterij die ik dus. De enige batterij die ik eerst had. Die staat ook op te laden. Dus dan heb ik in totaal 3 accupacks heb ik bij me voor morgen. Dus nou, ik denk dat ik met die 2 kaartjes en met 3 accupacks er wel kom morgen. Dus dan gaat het helemaal goed komen. Nou, vandaag ook een livestream weer gehad. Was ontzettend leuk. Vanmiddag de GTA stream gedaan. En vanavond heb ik de stream, de chat livestream gedaan met Ramon, Gewoon Joost, Abnormaal Kevin. En met Tatjana was er ook bij. Het was reuze gezellig. Dus we hebben weer een ontzettende leuke. We hebben weer een ontzettende leuke livestream hebben opgenomen. Nou, ik zit hem toch een beetje te knijpen nog, jongens. Ik zit hem nog een beetje te knijpen. Ik ben echt nog niet zeker. Het is echt een groot pak, hè, wat het geval is. Het is echt code rood. Dat wordt niet zomaar gegeven. Het is echt, het is echt bar en bar slecht weer. Dus ik hoop dat het, morgen zou het wel droog trouwens zijn. Dus, echt die sneeuwbui die zou vannacht echt weggaan. Hier is het inmiddels al droog in ieder geval. Er valt hier geen sneeuw meer. Het is echt helemaal weg. Nou, en voor mij mag het zo snel mogelijk smelten, die rotzooi. Want het is alleen maar troepen waar we morgen last van hebben. Dus ik zit hem nog echt te knijpen. Ik ben echt nog een beetje van, oh jee, als het allemaal maar goed komt morgen. Als we naar de Efteling gaan. Want ja, ik had ook al de Efteling al getwitterd een beetje van. Maar die gaven ook niet echt dingen prijs of zo. Van dit of dat of zus of zo. Maar de ene Efteling site die zei van. De ene Efteling Twitter account zei van ja. En leuk dat je komt. Een goed idee. Ja, ik denk ja. Tuurlijk is het een goed idee. Want dan kunnen jullie weer geld vangen. Dat is ook wel weer zo, hè? Dat is ook wel weer de waarheid. Dus we gaan het morgen wel zien. Ik laat het morgen gewoon op me afkomen. En na afloop gaan we lekker naar McDonald's, gaan we lekker eten. Dus dat is ook wel gezellig. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval, dit was de vlog van vandaag. Morgen dus de Efteling vlog, waar jullie al zo lang op gewacht hebben. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doodles, vreselijk. Je doet het je ergste vijand niet aan, al die rotsneeuw. De groetjes allemaal. Druk even op dat knopje abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het duimpje omhoog. En druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video, livestream of een andere video online is. De groetjes allemaal. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, skabadoe, skabadoe, skabadoe. Skabadoe.